Hi Leeuwen, dankjewel dat jullie weer kijken. Bedankt voor jullie likes, reacties en natuurlijk de abonnees. Ben je nog geen abonnee, druk even op de button. Het helpt mijn kanaal en het zorgt ervoor dat jullie de filmpjes op tijd te zien krijgen. Ja, het is een extra reading voor jullie. Morgen begint de stand maansknoop in Ram. Die heeft iets van 2 jaar in stier gestaan en die gaat over naar Ram. En dat betekent een veel actievere en ook een vuurteken natuurlijk, Ram. Jullie zijn ook vuurtekens. Dus er komt actie in de tent, om het zo te zeggen. Ik begin voor jullie reading met een Lenormand-kaart voor deze reading, lieve leeuwen. Ik hoop dat het allemaal goed met jullie gaat. Ja, misschien ben je wel op vakantie en zie je deze reading. Je kunt altijd een personal reading aanvragen via lartistic6924@gmail.com. En dan gaan we nou beginnen met sterrenbeeld leeuw. Sterrenbeeld leeuw. Wat mag ik doorgeven, universum, voor sterrenbeeld leeuw? Wat is er op dit moment belangrijk voor sterrenbeeld leeuw? Wat is er belangrijk? Oké. Een berg en de tuin en de maan. De berg kan een obstakel zijn waar je mee te kampen hebt. En je zit te bedenken, hoe kan ik nou, kan ik door die berg heen, over die berg heen, om die berg heen? Bij een obstakel hoef je niet meteen achterover te gaan leunen en denken van, oh, dat overwin ik toch niet. Obstakels zijn er om te overwinnen natuurlijk. En je kunt altijd creatieve manieren bedenken om... Om met het obstakel om te komen, met het obstakel om te gaan. Dan hebben we de tuin, dat kan te maken hebben met collega's, het kan te maken hebben met familie, het kan te maken hebben met vrienden. De tuin is vaak een gezelschap, dus misschien heeft iets wel te maken met één specifieke persoon uit die vriendenkring, buren, collega's, noem maar op. Er is dus een obstakel en de baan is ook altijd werk. Het kan zijn ook emoties, maar het is vaak werk bij de Lenormand. Dus het kan zijn een situatie op je werk wat met een bepaald obstakel te maken heeft. Maar de tuin en de maan komen als laatste, dus dat betekent best wel dat dingen wel weer in balans gaan komen. Maar desalniettemin moet je wel een obstakel overwinnen. Misschien is het ook wel iets in jezelf. Dat je misschien een obstakel hebt op sociaal gebied. Hè? Want de tuin is ook sociaal. Het zijn mensen. Het kan ook zijn op werkgerelateerd gebied. Dat je iets moeilijk vindt of iets lijkt onoverkomelijk. Maar ik heb het idee dat je dat obstakel gaat overwinnen, want je hebt positieve kaarten. Oké. We gaan even kijken wat de engelenkaarten voor de leeuw hebben. De engelenkaarten, ik wil graag 1 engelenkaart voor sterrenbeeld leeuw universum. 1 engelenkaart voor sterrenbeeld leeuw. Wat is belangrijk? Innerlijke rust is belangrijk, leeuw. Oh, hele mooie kaarten, innerlijke rust. Doe af en toe een dutje. Neem wat tijd voor jezelf. Begeef je af en toe niet altijd alleen maar onder de mensen, maar trek je soms even terug. Zoek innerlijke rust. Ja, het heeft niet altijd te maken met of je wel of niet bij mensen bent. Maar misschien is het ook wel belangrijk om jezelf niet te hard aan te pakken. Om jezelf wat credits te geven. Deze boom bestaat ook uit prachtige paarse kleuren. Misschien wat met je creativiteit aan de slag. En innerlijke rust, dus mediteer, mediteer. Zorg ervoor dat je uit je gedachten gaat. Dat je uit je problemen, want ik zag je net dat obstakel. Maar neem af en toe tijd. Time out, time out. Innerlijke rust. We zullen even met de gewone kaart gaan kijken. Sterrenbeeld leeuw, wat mag ik doorgeven? Sterrenbeeld leeuw, wat is op dit moment belangrijk voor sterrenbeeld leeuw? Wat mag ik doorgeven voor sterrenbeeld leeuw?
Oh, die vloog er wel heel snel uit. De gematigdheid. Ik zei al, dingen gaan weer in balans komen, Leeuw. Dus maak je niet zo'n zorgen. Maak je niet zo'n zorgen. Misschien heb je met een boogschutter te maken, want de gematigdheid is ook de kaart van de boogschutter. Maar it's all about balance. Niet te veel van dit, niet te veel van dat. Niet te veel terugtrekken, ook dat weer niet, hè. Innerlijke rust betekent niet, ik moet alleen stil op mijn kamer gaan zitten de hele dag. Nee, ook dat niet. Maar doe een beetje van dit, doe een beetje van dat. Werk een beetje, maak een beetje plezier. Geniet een beetje van de zon. Ga een beetje op vakantie. Ja, het kan van alles zijn. We gaan even kijken wat ik nog meer heb voor sterrenbeeld Leeuw. Wat is belangrijk? De dwaas omgekeerd, de Ten of Cups en de Zeven van Staven. Ja, ik heb het idee, Leeuw, dat het een beetje te maken heeft dat jij je afvraagt van waarom overkomen mij nou elke keer die dingen. Ik heb het idee dat jij met iemand te maken hebt die jou een beetje triggert, soms met woorden. Ik heb het idee dat iemand best wel van de tongriem gesneden is, goed van de tongriem. En dat iemand jou een beetje uit de tent lokt om jou, niet om jou te kwetsen, maar ik heb het idee dat er ook wel een soort spiritual teacher in jouw omgeving is, die jou eigenlijk afwijst. Zo van, nee, dat wil ik niet, nee, dat vind ik eng, oh, wat banaal, oh, wat hard, oh, wat dit. Maar zo iemand zal jou niet koesteren in waar je geen vertrouwen in hebt. Dus als je geen vertrouwen hebt in jezelf, zal zo iemand dat niet aanmoedigen of zo. Iemand zal eerder zeggen van, Leeuw, kom op. Of op een manier zeggen dat je denkt van, ho, wat shocking dat deze persoon dit durft te zeggen. Maar iemand bedoelt het goed met jou. Dus je bent natuurlijk een heel emotioneel teken. En je denkt, god, waarom gebeuren dit soort dingen mij? Maar de dingen gebeuren alleen maar om jou die grote sterke leeuw te laten zijn die je werkelijk bent. En als je als een beetje een schaap of een maklammetje op de bank zit thuis, dan is er iemand in jouw omgeving die jou af en toe een beetje pookt van, hey leeuw, hallo leeuw, waar is de brullende leeuw gebleven? Ik zie hier ook de dwaas omgekeerd. De dwaas is waar ik het net over had. We beginnen met die maansknoop in ram. En dat betekent actie ondernemen. Uit de tent komen. Altijd als ik readings aan het doen ben, zit ik met een kikker in mijn keel. Of het nou de waaier is die aanstaat. Het maakt niet uit, de droge lucht. Nou, maakt niet uit. Het hoort er waarschijnlijk bij. De dwaas omgekeerd betekent eigenlijk geen zelfvertrouwen hebben om actie te ondernemen. Te veel zelfvertrouwen of te veel zelftwijfel. Want deze man, denk ik dat het is, of persoon, die staat op een rots en die wil een gokje gaan wagen. Die wil de stoute schoenen aantrekken. En anderen zeggen van, let op Leeuw, je valt hier van de rots af. Maar deze persoon is vol zelfvertrouwen en denkt, ik kom toch wel op mijn twee voeten terecht. En omgekeerd betekent dit, oh nee, misschien hebben ze wel gelijk die mensen dat ik dat niet kan of dat ik dat niet durf. Of misschien zeg je wel tegen jezelf van, nee, hou maar de comfortzone. Hè? Ja, de leeuw zit in de comfortzone van, ja, als ik maar geen gekke dingen doe, dan komt het wel goed. Maar uiteindelijk wordt dat ook een beetje toxic. Of je het nou wil of niet, leeuw, maar als jij geen stappen onderneemt en je twijfelt altijd en je gaat niet staan voor wie je bent, hè? Dan wordt iets op een gegeven moment, is net als bijvoorbeeld een pan soep die je te lang laat staan in de keuken. In het begin is die nog lekker vers, maar als je hem te lang laat staan, dan is het niet meer vers natuurlijk. En zo is het ook met het leven. Beweging, stappen maken, dingen aanpakken. En wie kan dat nou als geen ander, als jij, leeuw? Want uiteindelijk als je dat gaat doen, dan bereik je ook echt wish fulfillment. Een wens die in vervulling gaat. Ten of Cups betekent happy ever after. Het kan gaan om een relatie, om een soulmate connectie. En dit brengt jou naar vervulling.
Maar als je altijd maar achter die muur blijft en je durft geen risico's te nemen en de soep staat al te lang in de keuken op de aanrecht, dan, ja, dan wordt die 10 of cups ook niet vervuld. Dus je zult uiteindelijk uit je schuld moeten komen, Leo, en stappen moeten durven maken die jij vanuit je intuïtie voelt dat je die moet doen. En jezelf ook niet tegenhouden daarin. En ik heb het idee dat er iemand in jouw omgeving is. Het kan ook een tarotreader zijn, net als ik. Of iemand die jou af en toe een beetje pookt van... Hallo Leeuw, kom nou eens tevoorschijn. Je bent geen lammetje, je bent een sterke leeuw. En dan hebben we ook nog de 7 van staven. Het kan zijn dat jij diegene bent die zich verdedigt ten opzichte van anderen, maar... Het kan ook iemand die alleen staat, die zich verdedigt ten opzichte van een groep. Iemand zit hier in de verdediging. Dus probeer wat meer open te zijn, probeer wat meer toe te laten. Probeer niet zo getriggerd te zijn en help wat meer zelfvertrouwen. En, want als jij die stappen durft te nemen, dat waren iets te veel... Dan krijg je dus die wish fulfillment, die 10 of cups. Dat wil niet zeggen dat je roekeloos maar iets moet doen. Of dat je denkt, nou oké, okay, dan ga ik maar gewoon. Maar luister naar jezelf. Wat wil jij? Waarschijnlijk heb jij een groot creatief talent, Leeuw. Heb je een passie waar je mee verder wil? Heb je plannen voor de toekomst? En ook wat heel belangrijk is, want ik zie hier helemaal geen zwaarden. Ik zie alleen maar bekers, ja, 2 grote arcana kaarten en vuur, maar ik zie geen zware communicatie, Leo. Communiceer duidelijk wat je wil en ook als je iets dwars zit, communiceer eerlijk en hou het niet allemaal in, zodat het allemaal ook weer in die soep belandt, hè, waarin het allemaal lekker kan broeien en zo. Zeg eerlijk wat je voelt en denkt. Ja, de Queen of Cups, je emoties terughouden. De 7 of Cups betekent wel dat je uiteindelijk uit die twijfel gaat komen. Van wat moet ik nou gaan doen? Moet ik nou dit? Je gaat uiteindelijk wel een beslissing nemen vanuit je hart. En ja, dat gevecht wat ik zag of wat je hier ziet. Die persoon die hier vecht tegenover deze persoon. Of personen. Het kan zijn dat er een conflict is met iemand die zich moet verdedigen tegen meerdere mensen, een groep mensen. Maar ik zie hier dat de conflicten gaan beëindigen. De strijdbel wordt begraven, want de 5 van staven is omgekeerd. Dat betekent dus dat handel vanuit vrede. Maak vrede met jezelf. Vergeef jezelf. Uit je gevoelens, durf te communiceren naar anderen. Zeg wat je werkelijk vindt en verschuil je niet achter een comfortzone die jou niet verder helpt. En dat is wel belangrijk. De comfortzone die helpt jou niet verder, Leeuw. De comfortzone, daar moet je uit om uiteindelijk ook over die angst heen te komen die nergens op gebaseerd is, want je kunt het gewoon. En je zult ook zien in de toekomst dat die balans weer hersteld wordt, omdat jij meer zelfvertrouwen krijgt, omdat jij meer gaat communiceren op de juiste manier, omdat jij niet zo overemotioneel reageert. Je leert ook meer met triggers om te gaan, wat anderen op jou tegen jou zeggen of zo. Je laat het lekker van je afglijden in de toekomst. Je bent niet meer zo vatbaar voor wat anderen denken. Dus Leo, ik hoop dat je er iets aan gehad hebt. Bedankt en tot de volgende keer. Doei doeg!